Tot aan de schoenen, alles is tot in de puntjes verzorgd. En ik hoop. Een zaak voor jong en oud. Het team van Nathalie van Assen laat ik deze keer een haarzorg zien voor meiden van alle leeftijden. Let u ook even op de kleding van de modellen. Die is verkrijgbaar bij label 38. De buren van kapsalon Nathalie van Assen. Ja, dat mag geapplaudiseerd worden hoor. Salon Klein Rome. Die kunnen zo'n vliegtuig geven.
van het jaar leent ook weer beter dan de lente. Wij gaan kijken. Uiteraard in het echt de jas dicht en er wordt eventjes gekeken. Het zijn brandje pak aan en hij is nu bezig met zijn ademluchttoestel. Want uiteraard, ook hierbij gaat veiligheid voor alles. Natuurlijk hoort niet zo ademlucht bij, terwijl wij daar weer brand kunnen blussen. De herder gaat op en we hebben een gelaatstuk voor. Een gelaatstuk dat sluit de sigaar op het gezicht. In combinatie met de herder en het uiterlijk pak hebben we daarbij luchtdicht te afsluiten, hete olie uit opstoken. En dan hoop dat zometeen de olie uit zichzelf dus ook gaat branden. En dan heb je één groot probleem. Want hoe krijg ik vlammen nou het stelsel uit? Ja, eens dus even kijken of ik hier iemand in de buurt heb staan die zegt: ja, ik heb wel een idee hoe ik die vlammen uit ga krijgen. Ja, wie heeft hier een idee? Wij laten zien hoe het wel moet en hoe het niet moet. En als eerste Peter laat zien hoe het wel moet. Vlam in de pan, deksel, rustig, warm je af. Op de pan leggen. En dan dat het hoort echt niet van water. En hier komt het water op. Dit is echt los. En los van je eigen wenkbrauwen en je voedsel. Zijn we wel zien. De vlam in de pan worden weer warm gemaakt. De olie wordt weer opgestookt en dan gaan we nog een keer aan demonstratie. En de vorm kunnen opstuiten. En hebben we de tech-auto spuiten overstaan. Heeft u dus een treffer voor ons? Onze kogels is al geslagen, dames en heren, en zie wat er gebeurt. Je hoort het knetteren. Maar ja, in het echt, een klein beetje water gooi je niet op, want je denkt, jeetje, wat een vlammen, daar moeten we heel snel vanaf. Dus je gooit er een hele bak water. De hele jerrycan met water, of de hele waterkoker die je alle elders even gevuld hebt, die gooi je eroverheen. Want je denkt, ik moet dat brandje één keer uitkrijgen. Nou, wij gebruiken hier niet meer dan een bekertje water, maar een heel klein beetje. Maar genoeg om de vlammen zo meteen net eens hoog te laten schieten. En even kijken als de vlam er overheen, om zo snel mogelijk de brand uit te krijgen. En daar ging uw wenkbrauwen.